lopen weer vast. Sorry. Wat doet mijn computer? Dit ben ik. De King 77 nou. En ik? Ik ben dik. Yo! Misschien moet ik dat ook gaan doen. Fit worden in de quarantaine. Bro, gast, ik kan echt niet meer. Gozer, je bent nog niet eens de straat uit. Oké. Hey iedereen, vandaag gaan we yoga doen. We hebben er zin in. Zet eventjes trouwens even die workout muziek aan van King Alert. Wat gaan we nou doen? Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik ben het nou al kwijt, we moeten nog beginnen. Oké, volgens mijn intro. Ga lekker staan op je mat. Zorg dat je knieën niet op slot staan. Oké, oog dicht. Oké, dit duurt me nou al te lang. Wil je blijven? Nog één inademing. Ik kan mezelf niet serieus nemen. Iemand had trouwens een meme van mij gemaakt. We gaan hem even reviewen. Joepie. Het wordt tijd dat jullie eens de toiletten op de begane grond gaan plaatsen. En dan nog eens iets. Waarom geld betalen voor een natuurlijke basisbehoefte? Mij een compleet raadsel. Jacqueline. Zit nou een toilet. Zit nou een toilet. Zit nou een toilet. Nou, we moeten natuurlijk, als we een gezond leven leiden, moeten we natuurlijk ook iets gezonds gaan bakken. Dus wat dacht je van een worteltaart? Die is toch helemaal niet gezond? Kan je alsjeblieft niet zo bij de hand doen, alsjeblieft. Zo, we pakken hem mee. Ja, heel even wachten. Hou je bot nou eens. Zo, we pakken even de mixer erbij. We hebben hem. We gaan weten of dit satisfying is. Oké. Google, hoeveel is een snufje zout? Een snufje zout in Nederlandse recepten staat meestal een snufje is precies die hoeveelheid die je tussen je duim en wijsvinger kunt vasthouden. Dus eigenlijk is dit een snufje zout. Er komt echt niks vanaf. Wil jij deze hebben? Koop nu op allrijd.nl. Nee, jij! Wat moet ik ermee? Wil jij deze nu hebben? 5 euro. Waar komen de wortels dan? Je moet er denk ik in die, weet wat ik zei, die zuivelspread shit. Ja, we moesten blijkbaar de wortels halen op de slag. Raps. Dat is een raps om iets fijn te maken. Wow. We zien echt een zorgelijke toename op dit moment van jongeren die wapens bij zich hebben. Uitkijken, niet met messen spelen. Ja, niet met messen zwaaien. Heb je geen jeugd gehad of zo? Ja, het ziet er echt niet lekker uit. Nee. Zullen we even een plaatje in beeld zetten van hoe het er eigenlijk uit had moeten zien? Ja, goed joh. Oké, we gaan even een review doen natuurlijk. Bad bitch with me while we speeding in the Jag. All I see is blue, but really not sad.